Goedenavond. Dit is even een update. Nog misschien later of morgen nog. Ah, het is geen vlog. Het is gewoon een update. Ik ben sinds woensdag al ziek. 2 dagen al. En mijn moeder heeft mijn begeleidsarts gesproken. En ik blijf morgen nog een dag thuis. Maar moet volgende week echt knallen. Tijdelijk. Dus ik kan morgen nog 1 dagje uitslapen, rustig aan doen. En dan van het weekend even een leuk weekend te maken. En dan volgende week echt weer werken, dus ook weer bij. En ik was niet zelfs nog blij dat ik thuis ben, dat ben ik ook op zich niet, want ik vind het heel lastig als ik ziek ben. Ik zie ook erg bleek. Mijn vriendin zei het ook van, je ziet er wel beter uit, maar je bent niet de oude. Dat klopt, ik ben nog erg hoesterig. Erg snotterig en zo. Ik heb heel veel gepraat de afgelopen dagen. En ja, ik heb gewoon erg mijn rust gepakt deze dagen. Ik heb veel zitten tekenen. In plaats van het handcrafty-project. Update op Facebook en Instagram. Voor de rest gewoon vanavond gewoon water drinken, limonade drinken. Gewoon, ik zit zo om zo'n kijken. Achter de avond een video bij mijn schatje. Top. En tot die tijd spreken we elkaar niet, dus ook een keer fijn. Maar zoveel tijd zichzelf en ik ook over tijd voor mezelf. Ik ben jullie heel dankbaar dat jullie mijn films kijken, mijn vlogs kijken en zo. En ik waardeer dat echt. En 29 abonnees als ik het netjes van mij doen. Ik heb hem vroeg maar 14 gehad. Ik moet is maar volhouden met 29. Even kijken hoe ik morgen voel. Of ik morgen ga voetballen of niet. Vanmiddag ga sowieso door. Ik ga zondag kom ik gewoon hier naartoe. En ik ga zaterdag gewoon mijn haar laten knippen. Dat is echt nodig. Ik ga lekker naar mijn ouders toe morgen. Morgenavond. Dus ik kan me één ding zeggen. Ik heb weekend. Wat voor leuk is dat niet, man. Ik heb mijn whatever pet erop gedaan. Gewoon dat kan. En ja. Voor de rest. Ik voel me niet helemaal de oude. Ik heb veel gespuugd vandaag en op de wc gezeten. Niet zo lekker met YouTube te praten, maar ik het toch voor kwijt. En ja, ik voel me erg onrustig en druk. En al, nou, druk niet, maar. En ik heb de medicijn niet ingenomen, want het kan niet. Ik heb het gewoon in de wasgroot gevallen. Dan baal ik een beetje, want ik heb niemand alleen tegen mijn huisgenoot. Dus ik moet even volhouden zonder medicijnen vanavond. Ik denk dat ik het overleef. Ik ga vandaag nog op mijn tablet van de oplader afhalen. Op deze plaatsen, gedichten plaatsen. En voor de rest kun je toch weinig doen als je ziek bent. Je moet zo weinig mogelijk doen, want je bent veel te ziek. Ik spot er echt niet mee. En je ziet ook dat ik bleek ben. En ik heb een rode wangen. Ik zie er ook moe uit, dat zijn mijn vrienden ook. En als ik iets mee wil geven, dan is dit. Hoe je ook voelt, wat je ook voelt. Leg het heel graag neer bij de Heer. En ja, wat ik nu gedaan heb, dat is gewoon ook voor mijn rust. Want ik was heel erg op van het werken. Afgelopen maand en afgelopen tijd. Dus ik heb een beetje vakantie, maar ook een beetje ziek zijn. Dus morgen blijf ik nog 1 dag thuis. Volgende week weer werken. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag. En dan dit weekend lekker rust gaan doen. Dus vandaag gaan we met JV zetten. Dus mijn JV in zetten. Zaterdag aangekend worden. En tijd weer naar Wageningen toe. En morgenavond... Misschien voetballen als het niet gaat, ik kom mijn ouders uitzieken. Maar ik ben echt goed beroerd. Echt. Maar ja, verder voel ik me wel. Al niet beter, maar iets beter. Mijn stem is ook weer terug en nog wel moe. Maar goed, nu dan terug op ziek zijn. Ik heb vandaag even kamerstof gezogen. En dan verpoetst en een koosterplaat schoongemaakt en moest even geuren. En kijken of het telt op YouTube. Dus moet. Dan heb ik even gelezen. Ik heb cadeaus gekocht van mijn vriendin. Oh, pan mond voor. Ah, mijn moeder weet toch al van. Even zo'n cadeaus gekocht van mijn vriendin. We zijn de klaas. Volgende week gaan we Sinterklaas in kopen doen. Net voor 5 december, dan komt het al goed. Sinterklaas komt eraan. Dat betekent dat we heel druk zijn met de feestdagen en Sinterklaas en alles. En dat het heel leuk wordt allemaal. Dus dat wil ik even zeggen. Ik kan het even zo handig zijn.
Een stokje water drinken. Ik wil er van dinsdag wel in zitten. Dus ga ik morgen even opeten, morgenmiddag. ja, ik ben nog erg verkouden, erg hoesterig en beroerd en alles. En volgende week gewoon weer werken. Ik denk dat ze mijn wondkoor begrijpelijk en goed ziek ben. Ook stress, zeker. Stress. Geen zin, dat niet zo, want ik heb wel zin, maar gewoon behoorlijk buikpijn en alles. Nou, houd het gewoon op, hè. Nou, ja. Dus het is geen film, ik zie wel wat steeds zo en zo te doen, dat het geen vlog is. Het is gewoon wel vlog. Laten we dan vlog van huis doen even kijken. YouTube. Hier is een druk geweest aan het weekend, ga ik straks even kijken. En ik wil even tegen jullie zeggen, voor het alle duiken, ik heb een heel vlog gezet om samen vloggen op te nemen. Gaan we niet doen, maar we vloggen niet. Het is allebei heel druk, we willen allebei gewoon onze eigen vlogs doen. Zij werkt daar vlogs. Ik kan dat er wel blijven in vlogs, dus dat is gewoon belangrijk. Dat we gewoon blijven doen, dat wil ik even zeggen. En ja, voor de rest, moet ik nog even vertellen. Vanavond gewoon even iets rondom kijken. Een tijd slapen. En dan hoop ik dat ik me morgenavond te houden ben. Dat ik voor het weekend beter ben. Dan moet ik echt geen schaamte op. Het weekend. Ik hoop het licht te krijgen. Dus, wil ik even meegeven. Dat qua update het wel redelijk gaat, maar niet helemaal de oude ben. Ja. En ik ga een pet andersom doen, want jullie zijn het gewend dat ik pet zo op heb. Ik ga het meenemen. Want, zoals jullie weten, heb ik heel veel petten. 191 in totaal. Ik heb een goede schik mee. Daar moet ook een keer gebruikt worden. Voor geen tijd. Deze heb ik van mijn werk gekregen. Dat is een kalender van Fortune. Voor volgend jaar. Super aardig. Van Boemaas gekregen. Foto van mijn vakantie. En mijn spiegel. Daar heb ik ook tegen gepraat. En de afsprakenlijsten, schema en zo. Nou, jullie weten het allemaal. Anders creëer ik netjes. Tas heeft staan netjes. Ik ga even aan de kant zetten. Nou, de reepelkamer in de tas. Kast. Ik hoef niet te werken morgen. Ik ben nog geen uitzieken. Ik moet er weer terug van, dus hij is weer kapitaal voor ons. Kom met zijn halen. Zo wordt volgende week weer hard aan de bak. Dus het komt allemaal goed. Ik overleef dit. Ik ga een leuk weekend maken. Ik ga mijn best doen. Rustig aan hem. En relaxen. En gewoon. Nou, misschien morgen aan het voetbal, misschien niet. En ik zie de Klaas vier volgende week. Het komt allemaal goed. Spies aan de slag. Zondag ga ik echt aan de spies aan de slag. En mijn vriendin komt super gezellig, super leuk. Komt allemaal goed. Ik heb heel veel zin in het weekend. En ik heb gewoon heel erg zin in het leven. Ondanks dat ik zo beroerd ben. Maar het gaat allemaal goed komen. Ik hoop dat ik me beter ga voelen de komende tijd, de komende dagen. En ik hoop dat ik uit dit dal kom. Ik zit nu echt in een dal. Ik zit in een dal dat ik heel moe ben, beroerd ben. En nergens zin in heb. Nou, wel ergens zin in heb, maar. Kijken of hij mijn tablet opladen is. Opladen voltooid. Helemaal top. Dan gaat mijn laptop erin eruit. Dit is mijn laptop. Nou ja, mijn tablet eigenlijk. Ik ga hem even neerzetten op mijn bed. Ach jongens, ik vergeet helemaal dat ik was beneden heb. Ik vergeet helemaal dat ik was beneden heb. Wat ben ik ook een... Ach jongens, ik ben gewoon beneden. Jongen, ben ik ook een flapdrol. De kipnugget. Nou, dat ben ik niet. We gaan beneden even de was kijken. Want er niemand is beneden. Ik neem even mee. Soms schrijf ik wel eens dat ik eigen wassen heb, hè? Omdat ik natuurlijk zijn wasmachine vrij zorg, wil ik altijd wassen. Dus dat is ideaal. Nou. Ik heb het allemaal met mijn woon van me, mijn serenoutje allemaal. Shit! Oh, niet snel, dat is het nog. Even eruit halen.
Ja, het valt mee qua was. Handdoeken, jungledoek. Dat is wel niet meer om eens te filmen. Nou, vergeet te abonneren op het kanaal. Vergeet het kanaal, duim even of je leuk vindt, ik top vinden. Dan zie ik bij de volgende video. Ik ben zo in de middenboog trouwens. Zo, ik ben er weer. Was zit erin. Is de keuken. Vaters moet er uitgepakt worden. Het is vandaag donderdag. Oh, een huis helemaal afmaken. Helemaal top. Ik ga het allemaal verder uit doen. Zo, ik heb fruit eten, wat moet ik nog eten. En die keer dan ga ik naar mijn kamer. Zo, ik heb beneden even de kamer laten zien. De wasruimte. Ik vind het fijn, ik stel mijn sleutel er niet uit. Scheiße. Je merkt dat ik zit te geheigen. Ik weet dat ik er niet achteruit zou gaan. Ik voel dat ik echt moet gaan fietsen. En echt met mijn voetballen maandag. Dus, ja. Zo. Ik baal er wel van, want mijn hele tablet. Het ding is los, kijk. Dus ik heb hem wel nodig. Ik zet hem hier. Wat is hij, joh. Dit is mijn tablet, mijn laptop, mini tablet, mini laptop. Geweldig. Ja. Superleuk, oh, date. Ja, voor de rest ga ik de vlog bijna afsluiten. Ik ga zaterdag voor mijn invullen van de vakantie. Volgend jaar dus naar Italië toe. Dat heb ik nog maar niet verteld. Wel, weet ik niet. Maar echt gaaf, mijn broer heeft een heeft een E1 2017 heeft hij een skydive gewonnen. Ik ga voor sluiten, want ik zit al op de limiet van een kwartier. Ik wens je een hele fijne avond. Ik zal de volgende video motivatie weer plaatsen op Facebook, beatbox en zo. Zeggen, ik zie er helemaal uit, ik zie dat ik heel stroom kijk. Maar goed, hele fijne avond, rustig aan, beterschap voor degene die verkouden is, hoestig of wat dan ook, griepig, wat dan ook is. Fijne avond en zie je bij de volgende video. Ciao.